Hoi allemaal, het is vandaag weer tijd voor mijn opgemaakte producten van de afgelopen maand, van de maand september. Moet eens even nadenken. Het is niet heel veel, niet heel weinig, dus laten we maar gewoon beginnen. Als eerste een product dat ik bijna opgemaakt heb en wat ik hoop dat ik dan zeg maar niet in de volgende opgemaakt video ga doen en anders... Forgive me, maar hij is echt, ik denk dat er nog één of twee keer in zit. Dus ik wil hem toch graag eventjes erbij doen. Dit is de Bare Minerals Complexion Rescue Tinted Hydrating Gel Cream. Hele mond vol. Een van mijn favoriete foundations. BB creams, tinted moisturizers, whatever. Ik heb hier een tijdje geleden ook een filmpje over gemaakt. Ergens in augustus, volgens mij ergens in mijn vakantietijd met mijn favoriete foundations. En daar stond deze zeker bij in. Het is een hele... natuurlijke tinted moisturizer die ik gebruik hem altijd zeg maar echt wel na mijn dagcreme en dan breng ik hem aan en het ziet er meteen helemaal heel natuurlijk glowy uit. Hij is niet heel dekkend, hij is heeft een lichte tot medium dekking, kan hem wel een beetje opbouwen, maar ik vind het echt zo'n fijn spul. Ik heb alweer een nieuwe, ben niet gek op, ik heb de kleur natural, dus deze wilde ik alvast laten zien voor het geval dat ik hem vergeet in de volgende te doen. En als ik hem juist niet vergeet erin te doen, dan hebben we hem dubbel. Maar goed, dat is hij ook waard, want hij is zo fijn. Dan deze, dit is de Ethos Makeup Fixing Spray en dit is de Hydrating variant. Dit zijn, ik heb deze, de andere ook, de Long Lasting volgens mij. Ik heb niet goed heel veel verschil in zit, maar ik vind ze wel heel fijn. Mijn favoriet blijft nog steeds de Urban Decay en de Smashbox. Sprays, maar voor elke dag werkt dit prima. Het haalt een beetje het poederige eraf. Ik vind voor een avondje stappen of zo doe ik wel vaak de Urban Decay All Nighter of de Smashbox variant. Maar voor gewoon everyday is dit prima en vind ik het gewoon hele fijne sprays en het scheelt weer een hoop geld. Ik vind ook de verpakking fijn, makkelijk, klein. De verstuiver is goed, dus ja, deze. Dan van vakantie. Ik heb lang niet alles wat we opgemaakt hebben op vakantie mee teruggenomen. Maar deze vond ik wel zo goed dat ik dacht ik wil hem toch eventjes laten zien. Dit is de Vision All Day Sun Protection Factor 30. Langdurige zonbescherming. En dit vind ik echt de uitvinding van de eeuw. Dit is een zonnebrand. Het zegt al all day. Deze kan je één keer opsmeren en dan blijft hij de rest van de dag als een huis zitten. Je verbrandt niet als je de goede factor hebt genomen dan. Je verbrandt niet... tenzij je deels niet hebt ingesmeerd, dat zou ik niet proberen. Maar dan heb je dus ineens bijvoorbeeld één streep rood. Ik heb het niet gehad, maar ik ken de verhalen. Het gekke is, dat is het verhaal. Alleen als je de verpakking leest, dan staat er ook dat je regelmatig opnieuw moet insmeren. Dat is gek, want dat is het hele idee achter deze, is dat je gewoon de hele dag beschermd bent. Maar het is echt een hele fijne, ik heb hem dus maar één keer per dag gedaan. Zeker ook een tip als jonge ouders, want... als je een kleintje hebt, dan merk je dat je vooral jezelf vergeet in te smeren. Die kleine zorgt dat hij helemaal beschermd en gedaan is. Dan ben je daarmee klaar. En als je dan niet meteen dit gaat doen, dan vergeet je gewoon de rest van de dag je in te smeren. Maar wij deden dit gewoon 's ochtends. We spoelden ons even af, omdat we 's avonds altijd allemaal muggenspul op hadden. En dan deden we, daarna deden we dit allebei op. Dan haalden we Niels uit bed. Dat was dan onze tweede slaap. En dan haalden we hem uit bed, smeerden we hem in, gaven hem eten. En dan was het allemaal goed ingetrokken, want je moet het wel even laten intrekken, 15 tot 20 minuten. En dan kan je de zon in en dan zit het gewoon als een huis. Niels deed hem met factor 50 voor kinderen. Werkte ook super goed. Hij had nog wel daar overheen een shirtje aan en een petje op en dat soort dingen. Maar super spul. Dan nog iets van Niels leek me wel leuk om er even bij te doen. Dit is de Weleda Baby and Child Calendula Welterustenbad. En dit is een hele fijne olieachtige substantie voor in bad. En dit is de Welterusten variant en die heeft volgens mij lavendel of iets. Even kijken. Tijm. Nou ja, vooral tijm zo te zien. En dit is een heerlijke... natuurlijk badje voor kinderen. Wij gebruiken hem graag. We hebben ook de variant zonder lavendel, maar deze of zonder tijm. Maar deze gebruiken we eigenlijk vaker. De Anastasia Brow Wiz. Ik heb net een tutorial trouwens opgenomen van deze look. Dus als je benieuwd bent, die komt na dit filmpje volgens mij pas online. Volgens mij dan volgende week zaterdag, denk ik, als jullie dit zien.
En daar vertel ik al over de Brow Wiz, dat ik de Brow Wiz fantastisch vind, maar het gaat echt super snel op. Dit is al mijn tweede. Ik ben nu bezig aan mijn derde, maar ik heb nu iets anders gekocht, namelijk de Perfect Brow van Anastasia. En dat is gewoon een potlood. En heeft ook een spoelie aan de ene kant en dan een potloodje aan de andere kant. Doe je 3 keer zo lang mee, spaart je dus een hele hoop geld uit, maar heb je wel de mooie kleur taupe waar ik het vooral voor doe, zeg maar. Dus deze, ondanks dat hij goed is, zou ik hem niet aanraden, omdat hij gewoon echt heel snel opgaat. En, wat ik vooral heel vervelend vind, je ziet niet wanneer en ineens draait hij niet meer en dan lijkt er nog wat in te zitten. Maar dan gebeurt er niks meer en dan is hij gewoon op en klaar en zonder enige waarschuwing, zeg maar. Dus dat vind ik een beetje frustrerend. Dan de Dove Dermaspa Summer Revived. Ik had vroeger ook altijd de Dove zelfbruinende body lotion en dit is hun nieuwe verpakking. Ik vraag me af of het product erg veranderd is. Lijkt nog steeds heel erg op degene die ik had. Dit is degene voor een medium tot donkere huid. Heb ik niet, maar ik heb altijd het idee dat hij dan meer bruint. Heb hem deze zomer ook weer continu op mijn benen gebruikt en geeft een super natuurlijk effect. Mensen zeiden, wow, wat heb je mooie bruine benen. Ik kom uit een potje. Niet verklappen. Maar goed, dat zei ik er natuurlijk wel bij. Komt uit het potje, want mijn benen kleuren gewoon niet. Behalve met zelfbruiner. En ik vind dit echt een verbetering ten opzichte van de oude variant. Ik heb het gevoel dat ik ratel. Hebben jullie het gevoel ook? Echt een verbetering ten opzichte van de oude variant. Want de oude variant was een fles. En daar kreeg je het laatste beetje gewoon niet uit. En deze, dit is een tube. En die kan je gewoon helemaal leeg wringen. En heel fijn. Dus deze. Dan, en daardoor ruikt deze hele bak ook naar kokos, dat is deze, de André Lon Kokos Boost. En dit is de crème spoeling. De shampoo heb ik al eerder opgemaakt. Dat is met kokosolie en ruikt fantastisch. In de zomer durfde ik het niet echt te gebruiken, bang voor insecten. Of nou, eigenlijk niet insecten, vooral wespen achter me aan. Prima, niet heel bijzonder, maar wel een prima product. Dan een dagcreme die ik op de vakantie, een cleanser die ik op de vakantie heb opgemaakt, dat is deze. Ik vind de kleine verpakking van Rituals altijd heel fijn om mee te nemen op vakantie. Dit is de Creamy Foam Cleanser, Lotus Flower en Moringa Extract. Volgens mij hebben ze nu allemaal nieuwe namen, nieuwe verpakkingen. Maar een hele fijne cleanser die ik gebruik in combinatie met mijn Clarisonic of met mijn siliconenachtige borsteltje. Wat je wel kent als je bijvoorbeeld mijn shoplog hebt gezien van Italië. Maar een heel fijn product. Ik werd er heel blij van. Even kijken. Tandpasta, de Sensodyne Gentle Whitening. Kruidvat wattenschijfjes. En deze hebben we de vakantie gebruikt. Dit is de Fresh Mint Pearl Drops Tooth Polisher. Whiter, brighter teeth. En het zegt het al, dit zou je tanden witter moeten maken. We hadden niet het idee dat het heel veel deed. Tenzij je nu denkt, wow, Krim, heb je witte tanden. Maar ik geloof dat dat niet het geval is. Maar goed, het voelde alsof het wat zou moeten doen, maar er gebeurde niet zoveel. Dus ik zou het niet echt aanraden. En dan als laatste de deo en douchegel van Sven, de Nivea Men Sensitive Protect. En dat was het. Dat is alles wat ik heb opgemaakt de afgelopen maand. Volgens mij heb ik echt in 3 minuten doorheen gejast. Maar ja, het was ook niet heel veel deze keer. Misschien heb ik er wel omheen heel veel gerateld. Dat sluit ik niet uit. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ik wil je weer heel erg bedanken voor het kijken. Ik ben benieuwd welke toppers jij hebt opgemaakt deze maand. Laat het vooral eventjes weten hieronder in de comments. En ik zie jullie snel. Doeg! Dit is het palet. En ik begin met de lichtste kleur. En